Hallo Joost hier en welkom bij een nieuwe aflevering van UHC. En in de vorige aflevering is Jordi doodgegaan, dus ik sta er nu helemaal alleen voor. En ik zie een rode gloed. Wat ook niet goed is, want er zit die world border heel dichtbij. En ik heb geen idee waar, dus we gaan gewoon zo snel mogelijk weg hier. Dat is wat ik ga doen. En dan gaan wij maar eens even kijken of wij in ieder geval nog even een andere cave kunnen vinden, denk ik. Want ik moet nu gewoon zorgen dat ik echt sikke armen heb, alles erop en eraan. Oh god, ik word gesloopt. Hier in mijn rug. Oh god, ik heb geen AP meer, zowat. Dit is niet goed, dit is niet goed. Oh shit, daar is de world border. Ik moet heel hard wegwezen. Maar ik wil jullie spullen. Waar zijn ze? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Even kijken hoor. Ik ga gewoon hier omhoog klimmen. Oh mijn god. Kleren zombies. Blijf weg. Ik moet weg hier zombies, begrijp het nou. Er zit een world border achter me. Oké, ik ga gewoon weg. En zo hard mogelijk. En dan denk ik dat ik gewoon... Ja, ik weet niet. Ik moet echt healen eigenlijk. Want ik heb... Maar ik heb geen gold. Ah, shit. Jordi had al het gold. Ik vind het zo kut dat die world border hier nu zitten. Want anders had ik gewoon even rustig naar zijn spullen kunnen zoeken. En even... De gold kunnen halen. En ik heb echt geen AP. Maar de andere mensen hebben ook niet zoveel AP. Behalve Tom. Wordt lastig. Wordt heel erg lastig. Hoe ver moet ik nog? Ik zit op 38. We moeten nog best wel van een eentje omhoog. Lampie erbij. Geen skeletons in mijn rug deze keer. Oh, daar is de world border, of niet? Ja. Kleren ding. Ja, ik moet echt naar een cave gaan zoeken. Want ik moet echt gold hebben. Volgens mij... Ja, kan je nog op een andere manier gold krijgen? Nee, van je moet echt hakken. Nee, dan ga ik gewoon nog een cave zoeken. Dat is gewoon echt nodig. Want nu vechten, dat is gewoon geen optie. Want ik heb geen boog. Ik kan zijn shit niet oppakken. Een deel van zijn shit zou ook opgeblazen zijn. Dus dit is echt kut. Heel erg kut. Oké. Okay. Oh, fuck. Gravel. Dit ook nog. Nog maar 4 hartjes. Dit gaat niet goed. We gingen zo ontiegelijk goed. En nu wordt het gewoon... dramatisch. Kun je zeker zeggen. Eén en al dramatisch. Ga ik gek doen? Ga ik gewoon recht omhoog? Nee, ik wil niet recht omhoog. Straks zit er zand boven me. Ik heb namelijk echt een scheidhekel aan gravel. Doen we het zo. En torchje erbij. Oh god, beter zit ik niet onder de zee. Anders ben ik zo fucked. Alsjeblieft, wees niet onder de zee. Wel allemaal zand. Oh, geen zee. Dat is top. Nou, als er niet iemand boven me zit en die gaat me slachten, dan is het ook minder. Oh, hallo world border. Niemand mag jou. En vooral ik niet. Oh shit, welke kant moet ik dan op? Hé. Even kijken. Even naar meneer de world border. Hij kon toch naar mij toe? Ja, hij kon naar mij toe. Oké. Okay. Dan moet ik dus echt gewoon die kant op. Heb ik nog een boot? Ik heb nog een boot. Dan gaan wij hem gewoon peren met een boot. En ik heb wel 2 apples, dus dat is in ieder geval goed. Maar ik moet echt gold vinden. Dat is onze missie. Oh, hier waren we aan zee. Ja, ik snap hem. Oké. Okay. Dan ga ik gewoon echt compleet die kant op. Kijk hoe het met de AP van de andere zit. Ja, Matthias heeft wel echt heel erg veel. Ah, die ga ik nooit kunnen killen. Ik moet echt ik moet gewoon eigenlijk een boog hebben. Plus HP. En dan maak ik nog een kans. Alleen dan. Dat is de enige manier. Dan ga ik gewoon even als een gek nu die kant op. Over de wilde zee. Even met chunks reloaden. Zit er wel een flinke zee in deze map dan? Als dit zover gaat... Excuseer mij, even een slokje drinken. Oh, is dat het? Oh, dat is de start. Oh, daar zit Pontus hier in de buurt. Want Pontus zei dat hij bij de start was. Ik weet niet wat ik doe. Chunks reloaden weer. Het is wel echt lastig. Dit wordt echt pittig. De kans dat ik dit ga winnen is heel klein. De kans dat team groen of team rood het gaat winnen is erg groot. Nou, ik sloop gewoon mijn boot. Denk ik. Nou, ik hou wel even heel voor de zekerheid. Kom hier, boot. Oh nee, Tom heeft ook nog meer HP. Dit gaat zo niet de goede kant op voor mij. Ik moet echt mijn 2 golden apples eten. Als ik dat kan vinden. Ik heb een zadel. Ik heb een zadel, dames en heren. Ja, dit gaan wij doen. Dit gaan wij absoluut doen. Hallo paard. Welkom bij
op dit moment alleen Team Joost. Oh shit. Nou, ik wil de brood niet. Ik moet even... Nou, dit paard dan. Hij heeft fucking veel HP, dat paard. Kom hier. Hou van mij. Hou van mij. Nee, nog steeds niet. Hou van mij. Ja? Nope. Je bent een moeilijk paard. Werk mee. Ik wil gewoon een paard hebben, puur omdat het cool is. Dan kan ik in ieder geval... Mocht ik zo heel snel sterven, dan sterf ik met eer. Waar de hel? Houdt hij van me? Je doet te lang over, paard. Oh, ja, ik heb hem. Nice. Zadeltje erop. En we gaan. Hij is niet zo snel, maar dat is niet erg. Want als ik snel ben, dan gaat er alleen maar dingen mis. En dan ga ik wel even op zoek naar een mooie cave. In ieder geval ben ik nu lekker ver weg van die raw border. Oh, daar is een crafting table. Is hier iets in de buurt? Chunks reloaden. Hij kan in ieder geval redelijk hoog springen. Hier is lava en water. Oh, Tom heeft zoveel HP. Het is echt belachelijk. Ik ga er wel 2 hartjes vanaf zo, maar... Dan heeft hij bijna max. Maar ik heb een baard. Zie ik hem? Daar zijn 2 mensen. Hallo. Die kunnen me nooit chasen op mijn paard. Ja, denk het maar. Jukes. Ik ontwijk het en ik ga gewoon. Ik ga niet vechten. Echt niet. Ik rij op mijn paard weg. Er zitten nog 8 meer, vast wel. Maar ik ga gewoon weg. Ik en mijn paard zijn beste vrienden. Ja, ik kan niet echt vechten met mijn HP. Dat is gewoon niet mogelijk. Kijk, als ik meer HP heb, dan kan ik het wel op zich wel doen, denk ik. Want ik heb goede armor. Nou, ze zitten nog steeds achter me aan. Ze denken, ik ben stoer. En dat denk ik niet. Dus, hoppa, F3'tje erbij. Oh shit, world border. Oh god. Ja, moet je wel raken, vriend. Bijna. Bijna. Zal ik het erop wagen, dames en heren? Oh, het zijn er 2. Nee, daar ga ik het niet op wagen. Als hij eens eentje was, had ik het gedaan. Dan had ik er echt op ingegaan. Shit, even achter me kijken. Hij zit close achter me. Ren, paardje! Ren! Kom op! Ren harder. Au! Oh, Ren! Ren, kom op! Sprint hem! Ik kan ook gewoon niks anders doen dan rechtdoor rennen. Op mijn ereros. Dat is ook het enige wat ik ga doen. Kom op paardje, ren erop los. Kom op, kom op, kom op, zit er nog achter me aan. Waarschijnlijk wel. Ja, ik ren ze er wel uit, dus dat is goed. Kom op, ontwijk ze. Dit is... Wauw, dit is echt flauw. Oh shit, nog meer world border. What the fuck is dit? Waarom is het zo klein? En het is ook wel 2 uur later, dus ik... Wauw, de map is echt belachelijk klein. Damn. De map is klein. Dan ga ik gewoon even een rondje en dan ga ik even terug naar die cave die ik net zag. Oh, spullen. En dan ga ik gewoon... Ja. Wat ik daar ga doen, ik weet het niet. Proberen gold te vinden. Ik heb trouwens nog 6 diamond. Ik kan mijn diamond armor upgraden. Dat kan ik doen. Ik denk dat ik dat zo wel even ga doen. Alles voor de mogelijke overwinning die er denk ik niet gaat komen. Maar dan moet ik wel mijn trouwe ros zo even alleen laten. Dan neem ik gewoon mijn zadel mee voor de zekerheid. Ik moet weer mijn chunks reloaden. Waar zit die cave? Ook al gok ik dat die al leeg is hoor, want... Oh, hier was hij. Waar is op me aan het schieten? Zal dan hier minder raw border zitten? Ja, hier heb ik wel trouwens wel heel, ben ik heel erg de zee over gegaan. Dus dan zal hier de raw border minder aanwezig zijn. Als ik klaar met je die kant op ga. Maar is in ieder geval even kwijt. Dus dat is chill. Oh, hier is een cave, denk ik. Laat ik even op mijn machtige ros hier gaan kijken. Nee, daar is niks.
paard rent hard. Je bent laf. Ja, ik ben gewoon niet gek. Dat is het. Ik ga gewoon niet als een wilde met 3 hartjes op 2 mensen inslaan. Oh, hier is een cave. Abandoned paard. Oh. Pak het zadel. En we gaan de cave in. Als laatste hoop. Wat? Ik wou net zeggen, je neemt geen damage. Ik heb een featherfalling. Als laatste hoop gaan we even een cave in op zoek naar gold. Want als we dat vinden, dan is er nog een kansje. Als we het niet vinden, dan is het klaar. Dan kan ik gewoon officieel niet meer winnen. Want zonder HP, geen feest. En ik heb... Oh, wow. Weet je, ik ga gewoon hier recht naar beneden gaan. Alleen dan die kant op. Het is de enige mogelijkheid die ik heb. Het is echt de enige mogelijkheid die ik heb. Oh, ik baal er zo van dat ik niet de gold van Jordi heb. Dat is echt zo, zo vervelend. Wacht, ik pak even die diorite of zo. Diorite. En dat plaats ik dan daar. Zodat het in ieder geval lijkt alsof het een normaal bij de cave hoort, weet je wel. Dat doen we even zo. Oké. En dan gaan we gewoon als een wilde hier naar beneden hakken om snel ook aan het zicht van hun te ontsnappen. En naar beneden. Torch erbij. Oh, ik heb ook bijna geen torch meer. Heb ik hout? Ja, maar ik heb geen kool. Shit. Oh, de kool had Jordi ook al. Oh, ja, ik heb wel kool. Wauw, kijk, compleet overheen. Wacht, ik maak even torches. Oh, shit. Moet ik eerst sticks maken. Doe ik zo wel als ik even in een safere positie zit. Ah, shit. Toch wel. Toch wel. GG. Dat was mooi. Toch kwamen ze in mijn rug. Dan hadden andere mensen me wel gezien. De map is toch echt goed flink kleiner geworden dan. Nou, dat is dan helaas geen winst deze keer. Het leek echt op alsof we gingen winnen. Alsof we in ieder geval bij die top 2 kwamen. Maar dat gaat hem deze keer niet worden. Maar ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. En ja, vergeet geen like achter te laten op deze video. Een beetje een anti-climax ding einde. Want hij kwam gewoon ineens in mijn rug. Maar ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.